gotta get up. Ja, jongelui, jullie kennen mij nog wel. En ik heb met ontzettend veel plezier aan jullie JoPro-project mee mogen werken. Voor de tweede keer, voor mij. Voor de school al een hele hoop keer en voor jullie de eerste keer. En wat me opgevallen is dat jullie verschrikkelijk enthousiast bezig waren. Maar wat mij ook opgevallen is dat heel veel mensen JoPro wel kennen en over JoPro praten. Maar niemand weet wat JoPro is. Alleen diegenen die in de klas gezeten hebben en die mee het hele project hebben afgelopen, weten wat er in JoPro gebeurt. Het was zo leuk dat ik toevallig vorig jaar hier voor de eerste keer was en met Nima plotseling een contract ben aangegaan. Ik probeer wat televisie te maken met jonge mensen. En die heb ik zo gek gekregen om gezellig met jullie, en een paar van jullie zelf hebben meegewerkt, het JoPro-project op tv te brengen. Dat heb ik natuurlijk niet alleen gedaan. Ik heb er een geweldige assistentie gehad van mensen uit jullie groep die de camera's mee bediend hebben. Maar ik moet toch even zeggen dat iemand hier interviews heeft gehouden. Maar er is er ook één bij die heeft de hele uitzending in elkaar geknutseld. En die wou ik toch graag in de gelegenheid stellen om jullie heel even de dvd te overhandigen aan de directeur. En ik ga Sanne uitnodigen. Sanne, mag ik jou vragen? Ja. Je kunt het? Ja. Kijk eens, alsjeblieft. Beste leraren en leerlingen van 3 MAVO. Ik heb met plezier gewerkt aan het JoPro-project samen met Nima. We hebben alle beelden zo gemonteerd dat het een mooie dvd is geworden. Ik geef hem met plezier aan jullie en ik hoop dat jullie hem ook zo mooi vinden als ik dat vind. Deze dvd kunnen jullie laten zien op oude avonden en in informatieavonden. Om te laten zien wat er tijdens het JoPro-project gebeurd is. Ja. Alsjeblieft. Nou Sanne, heel hartelijk dank. En ik vind het heel fijn dat je dat even zo gezegd hebt. Maar nou zou ik toch iets willen vragen. Wij hebben het JoPro-project gedaan. Voor de eerste keer als Nima u ondersteunt en er iets van gemaakt met een aantal leerlingen van u. En ik zou eigenlijk aan de directeur willen vragen of aan meneer Van der Heuvel. Wie van de twee? Wat vonden jullie ervan? Komen we volgend jaar weer terug? Gaan we dit weer eens een keer proberen? Zijn er nog meer mogelijkheden om samen te werken? Ik zou het heel leuk vinden. Nou ja, natuurlijk is Nima volgend jaar van harte welkom om weer de samenwerking bij Jongeren en Politiek te doen. Wij hebben het heel leuk gevonden en ik heb gemerkt aan de leerlingen die daar mee gewerkt hebben, dat die daar een hele leuke ervaring hebben gehad. Camerawerk en interview. Dus in die zin was dat heel erg geslaagd. Misschien zelfs wel meer dan geslaagd. Want ik heb ook de uitzending op tv inmiddels gezien. En die ziet er ook heel leuk uit. En ja, of dat er meer in het vat zit. Ja, er zijn natuurlijk altijd kansen. En toen straks heel even met meneer De Vries erover gehad. Er zijn misschien wel mogelijkheden om met andere vakken iets te gaan doen. Of met andere projecten. We draaien bij een Engels projecten. We draaien bij dienstverlening en commercieprojecten. En er zijn ook misschien wel samenwerkingsmogelijkheden om dingen en op de beeldbuis te brengen. En ook ervaring uit te wisselen. Dus dat is hetgene wat ik u als antwoord op dit moment kan geven. Nou, daar ben ik dan heel blij mee. Hartelijk dank dat het vertrouwen in ons is bevestigd. En dat wij samen een mooie toekomst tegemoet gaan. En ik wens de jongelui heel veel plezier. Ik hoop dat je er iets van geleerd hebt. Politiek is iets wat je samen moet maken. Waar je wel in kunt verliezen, maar dan, ja, helaas. Winnen kun je eigenlijk niet, want je hebt eigenlijk iets voor anderen gedaan in een heel groot belang. En dat vind ik heel erg leuk. Ik vond het leuk om met jullie op stap te zijn.